Be Life en welkom terug bij een nieuwe video op mijn kanaal. Het is al vroeg in de ochtend, want vandaag moet ik gaan werken. We werken van 7:15 tot 4:00, dus ik zit terug na mijn werk. Ondertussen ben ik thuis van het werk en ben ik bezig met het eten. Nu gaan we even mijn pc aansteken, want ik ga nu momenteel een video uploaden. En een nieuwe video die ik zal uploaden is een Rollercoaster Tycoon Classic. Dus deze beeld zal jullie nu zien. De video is bijna klaar met uploaden. Jullie hebben ondertussen gezien hoe ik mijn video's upload en hoe ik mijn thumbnails maak. Misschien kunnen jullie nog een beetje volleren hoe ik mijn thumbnails maak, wat ik alles een beetje gebruik in Photoshop daarvoor. Misschien kunnen jullie daardoor ook wat jullie thumbnails gaan verbeteren door. Maar wat ik wel gebruik bij mijn video's uploaden, dat is bij Google Chrome kun je dat gebruiken. Dat noem ik namelijk VidIQ. Wat er zo aan is aan VidIQ is dat het helpt met tekst vinden voor je video's. En hier kun je ook tekst zien welke score het is. Maar dan, ik zal straks de pagina even refreshen. Zo, en als jullie zien, ik heb de pagina even refreshed. Zoals jullie zien, is mijn VidIQ score ondertussen wel heel hoog. Zie je, heb ik verschillende heb ik ook triple keywords gebruikt. Keywords in description, tag volume, keywords in titel. Er zijn een paar dingen die het doen, dat zie je namelijk ook onder andere eindscherm en annotaties toevoegen. Even een template te gebruiken. Dan gebruik ik altijd deze template. Dan weer erin even naar video's. En dan gaan we meestal naar de laatste video van deze serie. Dat was deze. Dus dat even opslaan. En dan kunnen mensen bijvoorbeeld hierop klikken of te abonneren of naar de vorige video te gaan. Dan hebben we ook nog kaarten dat we kunnen gebruiken. Welke kaart gaan we hier gebruiken? Infokaart. Meestal een video of afspeellijst. Even afspeellijsten. Eens kijken wat hier tussen staat. Nee. Dan even naar mijn kanaal op. Dan hebben we afspeellijsten. Dan eens kijken tussen de afspeellijsten. Hier Rollercoaster Tycoon Classic. Linkadres kopiëren. We plakken hem hierin. Dan hebben we kaart aanmaken. Kijk, dan kunnen mensen naar de afspeellijst van Rollercoaster Tycoon Classic. Geef er naar info en instellingen. Zo heb je dat 3 van de 9 van de checklist al gedaan. Mijn score is nog altijd. Als je Google Chrome gebruiken, we gebruiken VidIQ. Dat is een zeer handig tooltje voor je video's wat beter te maken qua tekst en description enzovoort. Voor de rest zal niets veel meer gebeuren. Vond je dit een leuke video? Heel dan zeker dat duimpje omhoog. Vergeet niet te gaan abonneren op mijn kanaal hier beneden. Even een belletje naast de abonneerknop te klikken, zodat je een melding krijgt dat ik een video upload. En stuur deze video zoveel mogelijk door naar al je vrienden. Hopelijk vond je deze allereerste B-Vlogs video tof om te kijken. Ik zie je terug in de volgende video.